ben in Rotterdam. Ik heb zometeen een meeting met Kevin, ook wel bekend als Blackstar, en Jurgen Rijman. We hebben een zakelijke meeting, we gaan iets bespreken samen in verband met de samenwerking. Alleen, weet je wat het is? Ik moet echt gaan leren dat ik in Nederland woon. En dat het in Nederland heel koud is. Want ik heb wederom geen jas bij me, helemaal niks. Ik ben gewoon zo gekomen. Ik heb het verschrikkelijk koud en het regent. Dus ik moet het echt gaan leren. Ik moet het mezelf gaan aanleren, want dit komt zo niet goed. Het is zo'n 5 minuten lopen vanaf hier. Ik ga die kant op. Ik zeg let's go. En het regent. Dat betekent dat ik niet zo heel veel kan filmen, anders wordt mijn camera nat. En ik weet niet of je camera of waterbestendig is. En ik baal er echt heel erg van dat ik geen paraplu bij me heb. Vandaag zou de website van Voptocht dan weer online gaan, vernieuwd. Helaas niet gered. En mijn telefoon trilt, ik weet niet waarom. Maar misschien ga ik de verkeerde kant op. De camera is gewoon... Ja. Het wil niet echt. Ik ga de verkeerde kant op volgens mij. We gaan eens even die kant op. Yep, was de verkeerde kant. Ik ben heel even gaan schuilen. Omdat het echt te hard regent. En de zonnebril is ook zo nat dat ik gewoon niks meer zie. Plus de camera is echt super nat. Ik ben er bijna, het is echt daar achter ergens. Nog 3 minuten lopen ongeveer. Het regen is nu wat minder, dus ik ga snel lopen. Het regent echt nog veel te hard. Ik sta hier nog. Dit is echt verschrikkelijk. Achter mij is een sportschool. Misschien een hint voor mij dat ik iets vaker moet gaan sporten. Maar het begint alleen maar harder te regenen en te waaien. Hey. Sorry? Ik vertelde net dat ik buiten stond te wachten in de regen. En ik vertelde dat achter mij een sportschool was. Dat is dus van iemand die personal trainer is. En hij liet de deur open en hij zei, wil je anders binnen wachten? En gaf me een handdoek. En ik ben inmiddels weer droog. Het is 4 minuten van die lopen. Nog even wachten op beter weer. Helden bestaan nog. Nou, die man heeft mij echt gered. Regen was gestopt. Het regent alweer een klein beetje. Maar ik ben droog. En ik ben die man echt heel dankbaar. Dat hij mij heeft geholpen. En niet in de kou heeft laten staan, maar in de warmte. En volgens mij ben ik er. Hallo. Hoi. Ik kom ook in lift pakken. Oh. Ik wist helemaal niet dat jullie een lift hadden. Ja, dit is een afspraak. Ik heb een afspraak. Met Jurgen. Yes, klopt. Wat ook voor je ene etage boven de trap. Hi. Hi, Roosje. George. Ik ben aangekomen, ik ben boven. Ik heb de trap gepakt, maar ze hadden dus ook een lift. Wist ik niet. Maar goed, check dit. Groeten uit Paramaribo. Goeie meeting gehad? Oh, nee. Die media man, hè? Ja, goeie meeting gehad? George zijn er zijn vlog zitten. Echt, hè? Ja, 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 ja. We hebben een waanzinnige meeting gehad en inspirerende meeting. Het was kort en we gaan jullie nu vragen om het pand te verlaten, want de volgende afspraak wordt. Thanks George, thanks voor je tijd man. Ik loop sowieso ook mee naar beneden. Ik ben inmiddels in Groningen. Net aangekomen. Goede meeting gehad in Rotterdam. Klein beetje wachten. En één ding. Toen ik in Rotterdam op de trein stapte naar Utrecht, reed ik achteruit. En ik hou daar helemaal niet van. Omdat mijn levensmotto is dat ik altijd vooruit moet gaan en nooit achteruit. Maar gelukkig in Utrecht draait hij altijd, dan ga ik vooruit. Dus de meeste van de tijd was het vooruit.
Maar in principe zit ik nooit achteruit. Want ik wil altijd vooruit. Levensmotto.